De ambtenaren die zijn gebundeld in de CLO dreigen de straat op te gaan als de regering vasthoudt aan de looncorrectie van 17%. Dat was namelijk niet de afspraak. Hendrik Jamaluddin van de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren, de COL, zegt dat de regering de overeenkomst die in 2020 is bereikt met de Centrale van Landsdienarenorganisaties, CLO, moet doorvoeren in de lonen van de ambtenarij en niet de 17% die deze week is aangegeven. Maar wij zijn daar gegaan en Oostong, Olukudeman, ze hebben iets gepresenteerd van... Ze hebben gewoon bedragen genomen voor de chiman, de mindriman, verschillende bedragen en voor de topman. En daar hebben ze gezegd, het moet inhouden van 15% loonsverhoging. Let wel, de matak 15% per uno, ik zei hallo, kol, non leveren we per bijdrage. Dat wil helemaal niet. Hoe arke de man? Het voorstel is toen door die bonden, vakcentrale Sambedape, afgewezen. En onnodig koltaki, wij willen, wat wij willen, wat we eisen, is dat die overeenkomst die gesloten is naar de CLO in juni 2020, dat die overeenkomst wordt nageleefd. Dat hebben we gezegd. Die overeenkomst moet worden nageleefd. Jamaluddin stelt verder dat het pensioenfonds wordt benadeeld. Het fonds moet al jarenlang het onderspit delven en ook in deze kwestie moeten onderhandelingen volgen met alle belanghebbende vakbonden. CLO-voorzitter Ronald Hooghart zegt dat de huidige voorstellen van de regering niet gunstig zijn voor de huishoudens van de werknemers. Normaal is 70% konji, dan maakt dat konji 8% later. Is dat iets zeiden? Als ik kies 8% dan begin op een brandstof. Want meer ik dat 22 of 28 groen. Dus jij levert in. Die overheid moet je betalen. Heeft de achterstand bij jou van meer dan 200 miljoen. En eigenlijk, die bent je samen met dat. Dat koers ben je onder 10 meter. Nu een koers op boven 20. Zij ook bij hangen. Wat zeg al lezen? Doe bij 85 golven. Nou, naar 310 golven. Hooghart merkt op dat slechts enkele ambtenaren het nieuw calculatiesysteem van de lonen die eind maart zullen worden doorgevoerd snappen. Als de autoriteiten niet luisteren naar het geroep vanuit de vakbonden die niet mee zijn gegaan met het voorstel van 17%, zullen er acties volgen, besluit Hooghart.